Het is feest. Martini Plaza bestaat 50 jaar en dus is er vanavond een extra feestelijke seizoenspresentatie. Martini Plaza Theater, dat is natuurlijk de top. Vergeet dus niet dat dat voorziet al jaren in een behoefte in het noorden. En dan gaan ze met de tijd mee, omdat zij als enige theater in het noorden de hele grote theaterproducties, de musicals met name, hier kunnen hebben. Ik denk dat ze een heel goed seizoen tegemoet gaan. Martini Plaza wordt een steeds mooier theater, moet ik eerlijk zeggen. De zaal is prachtig verbouwd. Ik vind dat ze een steeds interessantere programmering hebben. Het was fantastisch. Ik vond het superleuk om te doen. Ik heb nou al zin in 23 november. Wat ik vooral leuk vind aan het Groningse publiek is dat het zo anders is dan bijvoorbeeld het midden van het land. Dat vind ik gewoon heel leuk om te merken. Ik vind het heel gastvrij, het theater zelf. Ja, ik voel me heel erg thuis. Sowieso natuurlijk van harte gefeliciteerd, 50 jaar. Fantastisch, fijn publiek, heel erg fijn theater. Dus ik vind het heel leuk dat we hier met Annie volgend seizoen weer staan. Het is natuurlijk een heel mooi theater en het is ook heel groot. We gaan het seizoen tegemoet met heel veel hoogtepunten. We zijn een van de grote entertainmenttheaters van Nederland. En die positie willen we zeker houden. We willen mooie, kwalitatief sterke voorstellingen dicht bij ons eigen publiek brengen. Ik ben heel trots op Martini Plaza. Trots op hetgeen wat we bereiken, wat we met ons team doen. En de bijzondere dingen die we maken en die we op het podium brengen, het toneel brengen. Een mooie avond vanavond. Ik vond het geweldig. Ja, ik vond het leuk. Ik heb echt wel genoten, ja. Wat vond ik het leukste? Nou, de muziek van Charlie Luske vond ik wat leukste. Ik vond de hele totale presentatie van wat er het komende seizoen te verwachten valt. Ik heb een aardig beeld van. En ik kijk gewoon heel erg uit naar Kinky Boots, Hello Dolly, de grote musicals. Annie. Okay. Lekker meezingen. Ja, ik vond die jonge jongen daar, die Frank Sinatra deed. Amadeus. Gaat u daar ook kaartjes voor kopen? Die hebben we al. We hebben al tickets geboekt. Okay. Welke voorstellen? Onder andere Lazarus en Pink Floyd. Die kwam vanavond niet langs, maar daar ga ik ook graag naartoe. Yeah, we will rock you. Oh, we gaan sowieso kaartjes kopen voor Ghost Stories. Okay. Ja. Lijkt ons heel grappig. Even lekker griezelen in de zaal. Ja, precies. Ja, dat is leuk. Dat wordt leuk. Ja. Mijn vrouw die gaat naar Lazarus. En ik moet nog even kijken. Ach, O'Jean komt ook nog, dus daar ben ik dan wel weer fan van. Genoeg aanbod vandaag. Er is aanbod genoeg. En ik vond het heel leuk om dit eens mee te maken. Zo. Komt u graag in Martini Plaza? Ja, dit is leuk hier. Dat, altijd gezellig. Heel leuk. Ja, we komen heel vaak ook met de personeelsvereniging, dus met een grote groep. Ja, regelmatig. Naast de Martini Plaza is gewoon een super groot theater. Dus het biedt ook de mogelijkheden, zoals ze zeiden, voor hele grote voorstellingen. Dus je gaat dan eerder naar Martini Plaza als je een grote productie wil zien. En het is ook mooi dichtbij. Ik bedoel, ja, je bent er zo. Nou ja, als je er bent, dan even een koffie drinken en dan ga je de zaal in en dan laat je gewoon entertainen. Hè? Bent u trots dat we dit theater hebben in Groningen? Zeker, heel trots. Tot zover de seizoenspresentatie van het jubileumjaar van Martini Plaza. We hopen u komend seizoen te zien. Tot snel!